Start vrij. De derde koers, dames en heren, is de eerste serie van de gelegenheidskoers. Gesponsord door schildersbedrijf Leo Hunneman. Start is gevallen. Start valt en in het midden van de baan een hele snelle start van Accra. Daar staat hij niet onbekend, maar hij doet het vandaag wel. Nummer 2, galop nummer 2. Dutch Buitenzorg is Fatih van start af, die is eruit. De favoriet is dus weg en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Harry van der Bos doet dat als eerste met Accra. Aan de buitenzijde wordt hij nu gepasseerd door het nummer 8 van Duncan Greenwood met Leen Andrea. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Duncan Greenwood vooraan, Accra op de tweede plaats. Derde plaats daarachter is voor Crème de la Crème. Vierde, het eerste paard aan de buitenkant, de nummer 7, Bettini Frisia met Ger Volkers. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Gaan we kijken in de rest van het veld. Binnendoor komt u naar voren paard nummer 6. En dat is Bichamon met Rob Amse. Schuift door naar plaats 4. De start van het veld kijken we dan even verder. En op dit moment de hekkensluiter in de rode kleuren. Dat is Mark Buustorf met Beauty Charisma. Het veld is redelijk bij elkaar. Het zijn 8 deelnemers die allemaal nog kansen hebben. En zo gaan ze de linkerbocht in. Onder aanvoering van Duncan Greenwood. Duncan Greenwood, 1,5-2 lengte voorsprong. De tweede plaats is binnendoor naar voren gegaan. Crème de la Crème. Derde plek gaat u ook binnendoor opschuiven. Paard nummer 6, dat is Bichamon. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. En als ze de finish passeren, nog 1 ronde te gaan. En u mag ze straks rustig aanmoedigen. Uw favoriet zit vast nog in het veld. De favoriet ligt los achter het veld. En zo komen de paarden voor de tribune langs. 1 ronde te gaan nog. De leiding in handen van Duncan Greenwood. Duncan Greenwood met Leen Andrea. Tweede plek aan de relingszijde voor Crème de la Crème. Gerrit Dunning. Derde aan de buitenzijde de 5. Accra met Harry van der Bos. Vierde aan de relingszijde het nummer 6 van Bichamon met Rob Amse. En vijfde aan de buitenzijde is de 7. Bettini Frisia met Ger Volkers. Gaan de paarden de bocht weer in. Daarachter aan de relingzijde volgt Explosive Wish de 9. Die zit op dit moment vast en de hekkensluiter op dit moment is Comic Rapida. Ze gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Nog altijd onder aanvoering van Duncan Greenwood. Duncan Greenwood lengte voorsprong aan de buitenzijde Accra. Daarachter aan de relingzijde volgt de nummer 3 van Crème de la Crème. Uit de staart van het veld komen nu wel aanvallers. En die aanvallers gaan het proberen. En de koploper wijkt van de reling af. En dus kan zo binnendoor naar voren Crème de la Crème. Crème de la Crème neemt binnendoor de leiding over. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Crème de la Crème nu vooraan. Het hele veld schuift in elkaar. En eentje valt er ook nog sterk terug. En zo gaan de paarden de bocht door de deelnemer die sterk terugvalt. Is de nummer 1, Beauty Charisma. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. En Crème de la Crème ligt nu vooraan. Crème de la Crème. Tweede plek erachter. Is heel mooi binnendoor opgeschoven. Explosion Swish. Binnendoor. Daar is het te halen in deze gelegenheidskoers. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Explosion Swish komt nu van de reling af. En gaat nu versnellen. Explosion Swish in het midden van de baan. Aan de relingzijde is het Crème de la Crème. Helemaal aan de buitenzijde komt Duncan Greenwood weer terug. En ook Accra komt er nog aan. Maar het is Sanita Boeseroy die gaat winnen. Explosion Swish de 9 wint. Twee dan komen de Duncan Greenwood. En plaats 3. Heel knap gereden. Comic Rapida met Jos Jansen. De voorlopige uitslag in cijfers, dames en heren, is 9, 8, 10, 3, 5. De uitslag is officieel, dames en heren. De derde koers, de schildersbedrijf Leo Hunneman prijs, werd gewonnen door paard nummer 9, Explosions Wish. Binnen de tijd was 1.20 rond. Tweede aankomende de 8, Duncan Greenwood. Derde werd de 10, Comic Rapida. Vierde de 3, Crème de la Crème. En vijfde was de nummer 5, Accra. Maar ze is wel voorlopig de enige die hier op de baan een eigen spandoek heeft. Daar hangt hij namelijk langs de baan. Anita, als je dit kan lezen, dan kun je sneller. En dat heeft succes gehad. En uiteraard krijgen ze daarvoor bloemen en vooral hele blije mensen. Want je wint niet zomaar deze schildersbedrijf Leo Hunneman prijs. Kijk, en eerst moet er even gezoend worden. Want dat is belangrijk. En dan loop ik in richting Anita. Want binnendoor was het te halen. Ja, ja, ik vond het wel een beetje spannend. Maar ik zag een... Ik kon er gewoon achteraan. Een beetje spannend, maar je hebt toch heel veel ervaring? Nou, in de koers niet natuurlijk. Hè? Maar thuis rijd ik wel wat. Maar dan rijd ik meestal gewoon in de training. Dus, En in die koers, hoe is het om zo'n koers te rijden? Is het vooral die spanning? Of hoe gaat dat, al die paarden om je heen? Ja, fantastisch. Dus ik heb 3 keer in de koers gereden. Nou, en 3 keer lag ik op kop. En dit is dan de 4e keer. Maar dan was ik echt... Ik had wel verwacht dat voor de eerste keer in het veld. Maar dat is toch wel heel spannend, hoor. Ja. Je wint nu deze koers straks in de finale. Je mag wellicht dus straks als eerste kiezen. Met dit paard moet je... Want je kwam nu van achteraf. Is dat ook de bedoeling?
Normale, alle koersen zeg maar, die ik heb gezien van hem, had hij allemaal het eerste gelid. Een beter nummer dan hij nu had, zeg maar. Dan loop ik nog even. Hier staat Bas Krebas. Ze deden het goed. Ja, top. Kijk, we hebben een maand gewacht met dit paard. Hij is al een maand koers klaar. Maar ik denk, hij moet me niet over de winst omraken. Hij zat nog een groot in en ze deed ook heel best. Dus heel blij mee. Dankjewel. Mooie woorden voor Anita Scheper van trainer Bas Krebas. En dan mogen alle mensen die zich om Anita heen hebben verzameld, die mogen ermee op de foto. Vertel ik jullie dat Explosions Wish een vierjarige ruin is van Diamond Way uit Okerberg. Gefokt door meneer Kloosterman, inmiddels eigendom van Nettle Racing. En getraind door Bas Krebas. En dus vandaag speciaal gereden door Anita Scheper Boezerooi. En die deed dat op vakkundige wijze en wist binnen het woord een plekje te vinden. En snelde zo naar de winst. Dames en heren, een groot applaus voor deze winnaars van de Leo Hunneman prijs. En dan komt ze aan, dames en heren, de eerste winnaar van vandaag, Anita Boezerooi met Explosion Swish.